Iedereen zegt wel hoi. Hey! Hey. Hoi allemaal! Welkom bij onze tweede vlog alweer. Vanuit onze hotelkamer deze keer. Vandaag was onze eerste dag bij Wesley Woods. Ja, lange dag. Leuk, hele lange dag. Veel indrukken. Ja. Maar heel bijzonder. Echt gaaf. Ja. Ja, wat vonden jullie het meest bijzonder eigenlijk? Ik vond het vooral heel bijzonder dat, ondanks dat er heel veel verschillen zijn, dat eigenlijk de heel veel problemen waar we eigenlijk allemaal tegenaan lopen, dat die wel hetzelfde zijn. Want we werken natuurlijk allemaal met ouder wordende mensen. En dat vond ik wel heel interessant. Mm-hmm. En wat? Wat voor problemen? Problemen met mensen met dementie, met bepaalde gedragingen die wat lastig is om daarmee om te gaan. Mensen met psychische problemen, misschien mensen met een verslaving. Wij zien daarin bij ons ook een toename aan die problemen. En dat zien ze hier eigenlijk ook. Mm-hmm. En dat vind ik wel heel bijzonder, dat je eigenlijk zo'n afstand van elkaar bent, maar dat je toch dezelfde problemen hebt. Ja. En ook het personeelstekort hebben ze hier ook wel last van. Ja, ja. Ja. Ja, dat is ook wel bijzonder. Dat, ja. 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 Maar het systeem is ook heel anders qua personeel. Hè? De roosters en de... Ja. Je draait hier of dagdiensten of avonddiensten. Daar kies je voor. Of nachtdiensten. Maar je draait niet en een nachtdienst en een avonddienst. Nee, dat en een dagdienst. Ja, dat is meteen met je sollicitatiegesprek geef je eigenlijk aan van... Nou ja, ik ben verpleegkundige en ik wil graag hier dagdiensten komen werken. Ja. En dat, ja. En ik heb het gevoel heel veel lagen in het personeel. Hè? Heel veel verschillende... Taken. Het is hier heel erg verdeeld. Werkzaamheden zijn verdeeld op basis van taken. Dus dat betekent dat de afdelingen vrij groot zijn. En dat bijvoorbeeld er een verpleegkundige is die alle medicatie doet. En een soort van verpleegkundig assistent die iedereen uit bed helpt. Weer iemand anders die alle kamers schoonmaakt. Weer iemand anders die het overzicht behoudt over de afdeling. Dus het is... iets meer, zoals ik het heb ervaren, iets meer taakgericht. Waar het bij ons wat kleinschaliger is. Waardoor je meerdere taken eigenlijk samenvoegt. Je hebt 50 cliënten per afdeling. Ja. En we waren aan de second floor. En dat is voor dementia, dus mensen met dementie. Een gesloten setting, dus mensen kunnen niet zomaar naar buiten. 50 cliënten per afdeling, meestal 2-persoonskamers en sommige 1 persoon, maar betaal je dus $30 of $40 per dag meer voor zo'n kamer. Ja. En er was in de hele afdeling eigenlijk 1 ruimte met een grote televisie en de rest zitten mensen op de gang of in hun appartement. Ja. Dat vond ik erg opvallend, dat juist die verdieping het minst aan activiteiten had of het minst aan reuring, hè, daar was echt het minst te doen. Ik zag zelfs dat mensen in een rijtje werden geplaatst voor het toilet. Ja. De mevrouw die ons rondleidde, die gaf ook aan van dat is zeker niet de bedoeling en zo hoort het niet. Maar dat was wel echt interessant om te zien. En het meest opvallende vond ik dat zij aangaven waar er ook gevraagd wordt om hulp. De eerste die je tegenkomt, die doet het. Dat kunnen ze zeggen. Maar dat deden ze ook echt. Hè. We gingen met de director of de location gingen we rond en we kwamen een afdeling op en er brandde een lampje boven een appartement van een meneer. En wij hadden niet eens door wat er gebeurde, maar binnen 10 seconden stond hij met een urinaal in zijn hand. Een gevulde urinaal van die meneer, want daarvoor had hij op het knopje gedrukt. En hij zorgde dat het geregeld werd. Dus hij ging niet echt alleen zorgen dat het geregeld werd, maar hij deed het ook even, zodat zijn vraag gewoon snel beantwoord werd. Dat vond ik echt wel echt bijzonder om te zien, ja. Ja, vanmiddag mocht ik een kijkje nemen en meelopen met een activity director. En gewoon heel erg interessant, maar gewoon ook heel leuk om te zien dat of we nou hier in Amerika zijn of in Nederland, dat je toch gewoon echt overal de bingo hebt en overal bepaalde activiteiten terugkomen. Het is daar wel heel veel dat ze overal mensen voor hebben. Wat wij in Nederland, wat heel veel onder welzijn valt, waar gewoon 1 poppetje op staat, staan hier gewoon 3-4 poppetjes op. Ja. En iedereen doet een stukje. De vrijwilligers, die ga ik van de week, de coördinator van de vrijwilligers ga ik van de week ontmoeten. Die doet dat stukje en de activiteiten wordt door 3 mensen gedaan. Maar vooral centrale activiteiten, dus decentraal, individueel. Als iemand jarig is, dan gaan ze individueel een verwenmomentje doen. Maar verder is het heel veel centraal, de activiteiten.
Maar wel heel erg leuk om te zien hoe ze het doen. Ja. Smee? Ja, ik zag vooral echt, zeg maar voor mij als verpleegkundige, dat de taken gewoon echt alleen verpleegkundig zijn. Dus inderdaad, dat je weer nurse assistants hebt, die dan weer de ADL, zeg maar, doen 's ochtends. Dus die mensen uit bed helpen met wassen en zo. Dat bij ons dat gewoon, dat je dat als verpleegkundige ook doet. Dus in het begin waren ze allemaal heel verbaasd dat ik zei van dat je met 2 verpleegkundigen 's ochtends op 8 cliënten stond. Maar later bleek dus dat zij daar gewoon de assistants voor hebben. Dus dat eigenlijk, ja, als verpleegkundige heel weinig is, maar bij ons is dat eigenlijk gewoon, ja, als je het vergelijkt in verhouding, is het eigenlijk bij je hartstikke druk. Ja. Dus ja, dat vond ik wel interessant. Dus eigenlijk in alles, de hele dag, concluderen we wel met elkaar dat we het echt goed voor elkaar hebben zoals wij het geregeld hebben in Nederland. En zoals we het binnen Marklopé doen. De gebouwen die we hebben, de locaties die we hebben en vooral de patiëntenzorg die we leveren. Dat mensen wonen echt bij ons. En dat is echt wel een verschil met zoals we het hier zien. En volgens mij wat we ook concluderen is, wat we mee willen nemen is vooral de hartelijkheid en de openlijkheid en de gastvrijheid. Waarmee iedereen echt iedereen groet en how are you en hey dear. Sweetheart. Ja, sweetheart. En dat is niet omdat het hoort, maar dat is